gewoon mee hoor, ik doe het graag. Er zijn heel veel kinderen, ook op de Hoge Henk, die ontzettend blij zijn dat u weer in het land bent. En ik vind het fantastisch dat u op uw leeftijd ook nog naar al die plaatsen gaat. Ja, maar weet u hoe oud ik ben? Nee, dat weet bijna niemand, maar ik ben in 2270 na Christus al geboren. Dat is wel verrekte lang geleden, moet ik zeggen. Ja. Ik ben inmiddels 1741 jaar. Goed onthouden mensen, dan weten jullie het volgend jaar dat ik 742 word. Maar ik heb wel begrepen dat u burgemeester bent van deze mooie gemeente. En dat u ook heel veel goede dingen doet. Toch? Ja. Niet alleen maar op Sinterklaas staat wachten, die doet nog meer ook. En ik heb begrepen dat u dit jaar ervoor gezorgd heeft dat de bibliotheek op de Hoge Henk er blijft. Correct, hè? Ja, dit jaar zeker nog wel. Ja, het is wel een tijd van bezuinigingen, hè? Dus we moeten alle centjes bij elkaar sprokken om de bibliotheek ook open te houden. Snap je, hè? Ik zou zeggen, ik moet goed de best doen om dat voor elkaar te krijgen. Dan weet ik u vast nog wel eens een keer een lintje. Dat zou heel mooi zijn, Sint. Ik ben ontzettend blij dat u hier bent. En ik moet nog iets doen. Ik moet namelijk ook namens u een oorkonde overhandigen aan Markje van Norel. Want dat is iemand die Sinterklaas heel veel geholpen heeft in de loop der jaren. Dat klopt toch, hè? Ja, dat komt eraan, hoor. Ah, daar ken ik ook alweer van, hè? Van allerlei dingen. Ja, ja. Dank. Want u heeft wel een hele zware, drukke week achter de rug, heb ik begrepen. Sterkte, Sinterklaas. Tot ziens, hoor.